Luisteraars, goedenavond. Dit is Kriefman Takkie, het programma van de Schrijversgroep 77. Nou, u zit allemaal gekluisterd aan de radio en niet voor niets. Want we hebben vanavond voor u Thea Doelwijd. En ja, intussen, als u deze uitzending hoort, is Thea Doelwijd inmiddels al vertrokken. Maar voor haar vertrek heb ik er nog net kunnen strikken. En ik zeg, Thea, voor zie ik gwe. Takwamtje mofwanga den skrifma, luisteraars voor unu. En ze is direct bereid gevonden om met ons te zijn. Thea, welkom in de studio. En zeg eens wat. In de eerste plaats, dank je wel voor je inspirerende woorden. Ik weet niet eens hoe ik je moet noemen. Meneer Rappa, Masra Rappa. Je doet het van Goedoe. Goedoe. Ach ja, doe maar. En twee, ja, toen ik gebeld werd, dacht ik, dat vind ik toch ook wel heel eervol. Nog even te kunnen praten voor de radio. Ik had een prachtig interview en een bespreking in de ware tijd. En dan ja, moet je zien wat Jan Bongers heeft gedaan. En hij zei, ja, ik zei, er zijn volgens mij nog een paar werken die ik heb uitgegeven. Jan Bongers heeft gedaan. Alles op een rijtje gezet. Alles, en ik had het zo nodig, want ik kon het zelf niet meer. En toen zag ik hem nog op een klein feestje met de kinderen van Michiel van Kempen. Ja, die hier voor het eerst zijn na 8 jaar. En toen zei hij, ja, er is nog meer, ik weet het. Maar het kon niet meer op die pagina. Dus ik ga het je nog sturen. Dus ik ben zo blij, want ik had dat overzicht echt niet meer. Het klinkt overdreven, aanstellerig, noem maar op. Nee, maar zo gaat het. Maar op een gegeven moment word je wat ouder en heb je toch redelijk iets gedaan. Want jij hebt bekendheid, zeer grote bekendheid verworven. Niet alleen met je publicaties, waarvan er nog zeker op de literatuurlijst waar Jono en toen Mathilde niet wilde. Een van die jongens zei ook, mompelde van, toen Mathilde niet wilde. Toen gilde Mathilde dat ze niet wilde. Oh, heerlijk. Dus ja. het is er nog. Je bent zeer zeker nog bekend bij de huidige lezers. Maar je bent ook nog heel bekend geweest met je cabarets en musicals. Land te koop, land te koop. Echt niet duur en spot goedkoop. Oh, dat was schitterend, hè? Echt leuk dat mensen nog, zoals jij, de teksten kennen. Okay, ja. Sheila, dat bed, weet je wel. Veren. Dat heb ik samen met Caprino gemaakt. Want ik wil wel eerlijk blijven. Sommige dingen zijn samen ontstaan. En Land te koop is die tekst van mij, de muziek. Walter Muringen heb ik gisteren nog even ontmoet. Samenwerken met Henk John heb ik ook weer even ontmoet. Kortom. Het was een reunie bijna, kan je zeggen. Deze keer heb ik veel mensen ook gesproken. Omdat ik even iets gedaan heb op het kinderboekenfestival. En toen was de grote vraag van, wat ga je nu echt doen als een echte presentatie? Dit was een kleine, dus we hopen volgend jaar op een grotere. Een grotere wat? Een grotere. Een echtere, dus dit was een soort reading, dat noem je in Nederland dan zo, met kinderen. Heel leuk was het. Je wilt het dus op kinderen richten. En nu wil ik proberen toch sommigen zeggen, daarom aarzel ik zo. Agnes Ritveld van het Kinderboekenfestival zegt altijd, maak een kindercabaret. Maar dat is niet zo eenvoudig. Dat is niet eenvoudig, nee. Dan denk ik aan een cabaret musical zoals we vroeger deden, maar met kinderen. Mm-hmm. Dan denk ik, en dat moet ik allemaal dus thuis op een rijtje zetten, behalve dat we centen moeten gaan zoeken. Okay. Maar ik denk aan een soort mix van ietsje jongeren, ietsje ouder en kinderen. Want die kinderen zijn zo briljant. Als je ze ook in de krant ziet staan. Talent, hoe hè? Oud zijn ze? Ze zijn echt. Het was altijd al zo, maar nu dit keer was het opvallend. Ik heb heel leuk even met een groepje gewerkt. En heel kort. En het ging. En er waren kinderen bij die, er was een jongetje die ging langzaam wat zeggen, weet u wat u moet doen? Dit moeten we zeggen. Dus die ging al regisseren en mijn tekst veranderen. Dat ik zei, van over 4 jaar, dan ga jij het kunnen doen. En dan kom ik zitten en dan ga ik kijken. Ja, ja. Zegt dat meisje dat drum slaat. Uh-huh. En dan zal ik ervoor zorgen dat u een ticket krijgt. Sorry. En bent je luister, doen het hoor.
Ze zorgen ervoor. Ik hoop dat lijkt me heerlijk. Nee, heerlijk, hè. Ja, maar dat is een vreselijke inspiratie. Ik kan niks anders zeggen wat staat hier, maar het is zo. Het is zo, hè. Dus je bent hier geweest, dus nu, straks is het achter de rug, maar het ging ook om een boek van jou, hè? Ja. Ik heb dat hier in handen. Oh, dat ziet er prachtig uit, man. Harde kaf, je hoort het. Ja, jawel, je moet het horen toch. Voor kinderen heel stevig. Goed, heel mooi goed. Papier, leuke illustraties. Van Juliette de Wit. Juliette de Wit zie ik hier. Ja, oké. Okay, illustratrice. Ik moet je eerlijk zeggen, ik wilde liever een Surinaamse illustrator. Ik heb gebeld met Ron Vlume uit de druk en het lukte niet. En toen heb ik met die en die gesproken. Maar als je op een afstand bent, is het toch lastig. Het is moeilijk. En deze vrouw is vrij bekend in Nederland. Heeft veel boeken al geïllustreerd. Dus ik ben blij dat het gelukt is allemaal. Ik zie nog wel goede illustraties. Dus niet dat het... Nou, dat ziet er toch wel... Nee, ze is wel goed. Ze is verder goed. Ze heeft contact met me opgenomen. En gecheckt. En die uitgeverij die je hier hebt... uitgeverij Maretak. Dat is dus een educatieve, staat er ook keurig uitgeverij. Dat betekent dat ze voornamelijk voor scholen leveren. En ik ken ze niet. Je kent ze niet? De grote grap is... Sorry, dat snap je maar. Ik had dus een andere uitgever. Ozecour is daar verschenen. En in Nederland op het ogenblik is het een beetje moeilijk. Zoals in alle delen van de wereld. Goed, ze gaan fuseren. Dus die ene uitgever ging met de andere uitgever. En op een gegeven moment lag dit als basisscript lag bij die uitgever. En die zeiden, nou nee, we gaan het niet doen hoor. Het is te Surinaams. Dat gaat geen publiek trekken. Zo gaat dat. Dus toen was ik klaar. Toen had ik een verhaaltje gepubliceerd in een boek met jeugdverhaaltjes. En toen belde de. En toen. Mm-hmm. Belde een vrouw mij op. Of nee, ze mailde natuurlijk. Ja, ja, ze had mijn mailadres gevonden. En ze zegt: ik heb uw verhaal gelezen. Het was over een fragment van Sis en Sas. De ruziestrooiers. Ze vond het zo leuk. En ze wilde zo graag een boek multicultureel enzovoort in haar totaal. Nou, dus ik zei, nou, ik heb hier een manuscript liggen. Ik kan het zo sturen, want mijn uitgever stopt ermee met dit soort boeken. Nou, en toen heeft het nog vrij lang geduurd, want toen moest ik toch nog een aantal dingen veranderen. Het werd ook niet meer een vervolg op Ozecour Help, wat ik had gehoopt. Aldo was er iets dat er tussen kwam. Dus het heeft veel te lang geduurd dat ik af en toe denk, waar gaat dit ook weer over? En dan moest ik allerlei correcties aanbrengen. En dan begreep ze het Surinaams weer niet. En toen heb ik hen eerst al gevraagd, lees jij het nou een keer? En Hein zei van, weet je wat je moet doen? Je moet een Nederlandse versie maken en een Surinaamse versie. Toen zei ik, Hein, ik ben moe. Laten we kijken hoe ver we komen. Toen heeft iemand anders het nog gelezen. Toen heeft Els Moor het gelezen, mevrouw. Bla, 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 bla. Vreselijk veel mensen. En uiteindelijk begreep ik wel af en toe wat ze niet begrepen in Nederland. En het is dus gelukt. Maar het was een lange geschiedenis. Ik wil het graag horen van je hoe het eerste hoofdstuk zo ongeveer klinkt. Het is wel leuk om... want ik zie hier ook vragen. Ja, en ik zie educatieve. Educatieve. Ja, dat is wel leuk. Is leuk. Een huis hier van binnen. Maar dat is natuurlijk symboliek voor een beetje woordenlijst. Rana Tongen vind je op bladzijde 131. Een meisje wani Allah. dat betekent het meisje wil alles. Ja, leuk. Dokken is wegduiken. Ja, en Koreanen zijn boten van een uitgeholde boom. Nou, dat is een stukje Surinaamse taal die daar in Nederland op die manier ook naar buiten komt. Hè? Maar jongeren praten vaak die straattaal. Dus Osso kennen ze. Tori, Doeku. Ontzettend grappig. Doeku, Tapa, Uku, Esuku. Leuk. Waar gaat dit verhaal over voordat we een stukje lezen? Of moet ik maar gewoon beginnen te lezen? Ik moet gewoon even beginnen te lezen. Ik moet één ding zeggen dat ik het wel jammer vind. Daar? Dus dat ik elk hoofdstuk, wat je zo misschien even voorleest, heeft dus een door mij vertaalde, opnieuw vertaalde Oddo. Oh. En die Oddo's zijn van Johanna Schouten Elsenhout. Ik hou van haar boekje waar ze in staan. Ja. Maar zij heeft ooit geprobeerd om de Nederlandse versie te zoeken. Dat is niet makkelijk. En ik heb terug
letterlijk vertaald wat het is. En ik leg het verder niet uit. Okay, dus de kritiek was hier van, ja, toch jammer. Dat oh, is niet dat mevrouw Jeanette John. Ja? Ik heb ook met haar gepraat. Ik zei, nee, maar ik vond het leuk om het niet uit te leggen. Dus zoek een stukje educativiteit van, ga het zelf zoeken. Prikkelde mensen van, wat betekent dat nou? Juist, heel goed van je. Je mag blijven. Ik zie hier staan, of de aap huilt of lacht, je hoort geen verschil. Dat is dan zo'n orde die je dan letterlijk hebt vertaald. Ja. Welke is dat? Ja. Nu had ik dat lijstje ergens, dus ik weet het niet meer. Oké, zie je, dus dat kan ook, toch? Ja. Oké. Okay. Hé, Boeren, galmde het over de beter wonen straat. Boeroe! Nou ja, Isolde had gedacht dat ze nooit meer zou worden uitgescholden. Isolde is zo uit Holland afkomstig, proef ik, hè? Ja, ja heel okay. goed. Hé, Witje, Bakra! Het was een jonge stem, vrij hoog. Dan moet ik lezen van, hé, Witje, Bakra! Vrij hoog, toch? Jochie, wilde ze hem zeggen, hou je mond. Ik ben wit en in Nederland geboren. Het land van de bakra's. Maar ik heb krullen en een Surinaams gezicht. Kijk naar mijn neus. Kijk naar mijn lippen. Die dingen heb ik dankzij mijn vader die hier is geboren. Dus ik hoor hier thuis. Ik ben ook Surinaams. Al woon ik hier pas een maand. Hé, bakra, lig je lekker? Wat zou zij graag terugschreeuwen, maar ze maakte geen geluid. Ze zat alleen maar recht overeind, schopte tegen de touwen van de hangmat die wild bewoog onder haar bewegingen. Aan mooie dingen denken, droeg ze zichzelf op. Aan die prachtige oranje-rode bloemen daar, aan die heerlijke geur, die een heerlijke geur gaven en aan... Bah, een vieze lucht drong haar neus binnen. Ergens lag een dode rat of erger nog een dode hond. Opeens ontdekte zij dat iemand naar haar loerde. Daar in de Mayaboom zat iemand. Kleine zwarte oogjes zag zij. Die waren natuurlijk niet van een mens. Die waren van een... Logisch, dat kon je hier verwachten. Hier zaten tijgers, slangen, luiaards, apen. Dat was een aap. Nou ja, aapje, een stinkend aapje. Ze maakte tokgeluidjes, lokgeluidjes. Tjoek, 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 kom eens bij me. Heb je manja's gegeten? Het aapje kroop weg in de donkergroene bladeren van de boom. Leuk, hè? Ik vind het heerlijk hoe je voorleest. Ik kom helemaal in de sfeer, heerlijk. Ik vind het ook al spannend. Ja, 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 ja. Ademloos hang ik aan je lippen. Joho. Hier zie je dus dat het meisje een beetje contact kreeg met die Surinaamse... achtergrond. Die jongens. En dan moet ze uiteindelijk naar de winkel van de moeder. En daar is een andere jongen. Dan worden ze beide uitgescholden. Beide. Maar Martin, die woont hier al. Die woont hier. Mm-hmm. En die gaat dan met Isolde om. Maakt er een beetje wegwijs. En samen gaan ze zoeken welke is die jongen die ze al door uitscheldt. Ja, en die bakra hier schroot tegen. Ja. Waarom doet hij dat nou? En juist had ze gedacht dat ze nooit meer zou worden uitgescholden. Want ze ziet er voor Nederlandse begrippen ook een beetje anders uit. En nu komt ze hier en dan krijg je het weer opnieuw. Dus ik wil natuurlijk toch een beetje zeggen van... overal in de wereld zijn er zelfde dingen. Ja, 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 want hier is het, zijn we soms ook niet altijd even lief tegen elkaar. Hè? Dan zitten we ook elkaar een beetje uit te schelden. Of op onze etnische andere zijn van, weet je, we hebben het niet slecht menen met elkaar, want we eten en drinken en maken plezier toch met elkaar, maar het is toch goed dat je dat even aanstipt. Dat we dat maar het is dus heel leuk, ja, natuurlijk, ja, ja, in Suriname heeft men al langer geleerd om met elkaar te leven, en in Nederland met al die nieuwe groepen die er komen, het wordt ergens ook even gezegd, is het het oude hokjesding. Hokje dit dat, van. Ja, ik merk dat veel Nederlanders niet omgaan met Marokkanen en Turken. En ik moet dus gewoon omdat men niet in contact komt. Men woont in andere buurten of apart van elkaar. Apart. Ik woon toevallig vrij redelijk in een straat met een dierentuin. Mm-hmm. En dan naast me zit een Turkse pizzeria aan de overkant. En nou ja, met die mensen heb ik dan contact. En zij weten dat ik dan een Surinaamse achtergrond heb. En mijn neefje komt nu ook af en toe blijven. En dan vinden ze dat spannend. En de Nederlandse drogist vindt het spannend. En dan heb ik dan aan de overkant een Spaanse meneer. En die vindt het altijd zo leuk om te roepen, vrijpostig. Hey Theo, gaat het? Dat is, en dat is heel irritant, want ik ben natuurlijk geen Thea voor hem, maar goed. Ja, maar dus dat is toch een beetje dat mensen wel met elkaar omgaan. Maar je hebt
wat bekend is. Dus mensen die helemaal geïsoleerd in die hokjes leven. En dat gaat naar zijn eigen leven en dat leiden. Moet doorbroken worden. Absoluut. Want dat kan leiden tot vervelende dingen. Hè? Ja. Maar ik merk dat men vanuit Nederland ook daarom de ogen werpt naar Suriname. Van, hoe doen jullie dat al die jaren? Laten we eens even komen kijken. Ze sturen een klasje met kinderen hier. Er zijn ook veel stagiaires hier die het meemaken. Dus we hebben onze rol nu toch wel in positieve zin. Hè? Grappig, hè? Wat zeg je daarvan? Ik moet zeggen, ik heb het altijd gezegd. Nederland moet er af en toe naar Suriname kijken wat en hoe men is en leeft. En wat men altijd heeft gezegd over al die bevolkingsgroepen. Ja. En uiteindelijk heeft Suriname een manier gevonden. En nu komt Nederland kijken, dus dat is toch een leuke ontwikkeling. Ja, want je weet, het is niet altijd leuk als je als hogere moet zakken naar die lagere, omdat die lagere ook wel iets blijkt te hebben dat je dus toch wat van kan leren. Dus je leert allemaal. Het is natuurlijk, als je gewoon historisch kijkt, is het nog steeds een geweldig probleem, een ding. Ja. Dat je een kolonie had en die invloed is aan het slijten, maar dat was het. Het zit er nog een beetje nog in. Ja. Je kan niet onderuit. Nee. Dus ja en nee. Ja en nee. Zijn wij het eens? Ja, ik zie hier ook dat die jongens onderling spelen. Hè. Die middag speelde Martin voor gastheer. Klee was de eerste die zich aanmeldde. In zichtbaar Amerikaanse kleren, typisch voor ons hier. Hè. Vooral zijn spijkerbroek was opvallend. Overal zakken. Martin stelde hem voor aan de werkster. Vrouw Bea, dit is Klee, een jongen van mijn school. Hij woont hier verderop. Vrouw Bea zei, dag jongen, je ziet er keurig uit. Wie is die vrouw Bea? Is dus de huishoudster. Dag jongen, je ziet er keurig uit hoor. En ze klapte de streekplank in. Martin, ik ga weg. Dag vrouw Bea, tot morgen. En tegen Klee, wil je iets zien? Opeens had hij zin om op te scheppen. Klee mocht dan een hele studio hebben. Martins bezit was ook niet mis. Weet je wat ik uit Europa heb meegenomen? Op zijn kamer pakte hij de Franse camera en vroeg, ben je er klaar voor? Ready for action? Tot zijn verbazing was Klee niet onder de indruk. De jongen zag Martins oorring liggen en pakte hem. Ik wil ook oorbellen. Mag ik die van jou even proberen? Natuurlijk. Klee ging voor de spiegel boven de wastafel staan en probeerde de ring vast te maken aan zijn oorlelletje. Riep hij uit. Ik dacht het al. Je moet een gaatje in je oor hebben. Wist je dat niet? Zo'n rijke jongen, dacht Martin. Die moest toch op de hoogte zijn van alle mogelijkheden en onmogelijkheden van sieraden en dat soort dure dingen. Ik kan wel een gaatje in je oor boren, bood hij aan. Mijn oma heeft het bij mij gedaan. Ik zie hier rijke jongen, arme jongen. Komt dat duidelijk in je verhaal? Die jonge Martin is niet arm hoor. Dus dat verschil heb ik niet gebruikt. Niet meer gewerkt. Mm-hmm. Wel dat Klee, waar ik toch de laatste tijd zie, rijk is. En zijn vader heeft dus een goudbedrijf in het binnenland. Daar gaan ze straks naartoe. Aha. En hij heeft zo'n poort. Ik was zelf in Suriname een paar jaar terug. En toen dacht ik, eens kijken. Is het dus poorten die vanzelf open gaan. Weer dicht. Grote auto's. Ik zag ergens hier staan paleizen. En die paleizen van grote huizen. En dan daartussen weer kleinere soms. Dus daar speel ik mee met Klee, die dan ook een beetje geweldigheid speelt. En verder zal ik niet te veel erover vertellen. Nee. Anders is het echt helemaal al bekend. Maar die shoe zit dus in dat toch. Je komt met actuele dingen, namelijk goud in het binnenland. En mensen die daar dus ontginnen en het dan verkopen. Maar men heeft ook wat negatieve dingen daarover. Hè? Dat de natuur een beetje beschadigd, nou een beetje flink beschadigd wordt. Klee komt ter sprake. Heb ook je dat in het hier boek, ook in het boek gedaan? Ja. Dus die educatieve tendens zit er wel in. Maar is het weer een belerend vingertje van, er is toch wel meer avontuur in natuurlijk, hè? Of zo? Het valt me op, dat ben ik dus een beetje kwijtgeraakt. Mm-hmm. Alhoewel mijn vriendin zei, ja, maar jij bent ook altijd speelt onderwijzeres en lerares. Ja, een beetje. Dus, maar ik heb het in dit boek niet echt als les gedaan. Goed. En het valt me op dat toch vaak opeens in allerlei boekjes en geschriften naar buiten komt. En ik heb ook met dat filmfestival. Ik heb het helemaal niet over het boekenfestival. Mm-hmm. Dus dan moet ik nog zoeken hoe je dus boodschappen kan
overbrengen zonder te belerend te zijn. Precies, maar dan klappen die kinderen vaak dicht. En dan is het niet, nee, dan vind ik het zelf niet spannend. Ik vind het zelf niet leuk. Dat moet ik zelf ook nog leuk vinden. Precies. Dus het gaat gewoon erom dat die vader, een van die vaders waarschuwt, niet in de, daar in die kreek zwemmen, want daar zit kwik. Precies. En kwik bla bla bla. En, dat is en die moeder zegt ook op een gegeven moment, man, die buurman is onbeschoft, die rijke buurman met zijn geweldige auto en hij bederft de rivieren, dus die moeder gaat even tekeer. Yes. Maar dat na Allah. Dus je hoort het. Het is goed genoeg. Het valt direct op. Juist door het niet te veel te zeggen, komt het dan misschien sterk over. Ja, dat kan. Ik hoop het. Ik hoop. Laten we het hopen. Ja, laten we hopen. Maar jij moet ook een stukje voorlezen, vind ik. Hè? Nou, laat me even ik kijken. Ik zie weer een odo. Als een jas je past, moet je hem dragen ook. Zo. Ai. Ik hou ervan, dus ze gaan op een gegeven moment naar dat goudbedrijf. Mm-hmm. Het gaat om één groot avontuur rondom Pepieten. Maar dat ga ik dus echt niet vertellen. Niet verklappen. Maar op een gegeven ogenblik, Isolde zat in het korrelige, hagelwitte zand en liet de omgeving op zich inwerken. Ze wilde nog niet zwemmen. Ze wilde eerst tot in alle vezels van haar lichaam voelen dat ze in het binnenland was. Het was de stilte die zich om haar heen wikkelde. Het waren de hoge en lagere groene bomen, struiken en lianen die zich tentoonstelden, bijna alsof ze niet echt waren. Geen auto's, geen verkeer. Het leek een beetje op de Nederlandse Veluwe. Daar was een keer met school naartoe geweest. Ze hadden er gekampeerd. Er waren ook bossen waarin je kon verdwalen. Maar hier was het heter, met gonzende vliegen, muskieten, bijen en wilde dieren. Ik heb zo'n gevoel dat ik even moet vertellen dat ik uiteindelijk moe was en naar Overbridge ben geweest. En toen dacht ik, mijn god, ik heb in dat boek helemaal niet geschreven dat je last hebt van vliegen en muskieten. Dus ik heb het wel gedaan. Ik was al vergeten dat ik het wel heb gedaan, dus ik kan die aantekening wegstrepen. Juist. Ja, maar voor de eerlijkheid dat het erbij moest. Hè? Dat mensen weten dat je wel eens hier geprikt wordt door een mug. Nou, dan moet je een toch... Mug, hè, een mug. Ah ja, even kijken of dat in de lijst is uitgelegd. Staat het, hè? Muskiet. Ja, want de muskiet is er niet bij, ne? Oh, Zang. Moet ik dat toch doen? Nog? Mm-hmm. Want zij zeggen mug, hè? Ja. We zeggen muskiet. Maar ik zal in het woorden bekijken. Okay, dus muskiet kennis. Kijk, en daar ga ik één klein stukje nog doen. Ja, maar het is heel goed van die muskiet van ja. Zie je, daarom hadden die mensen problemen. Ze hadden gelijk. Zo, is toch juist leuk, toch? Dan ga je gaan. Wat heb je goed, nog? Goed, Isolde. Dat was Martin. Je moet niet te ver gaan zwemmen. Toen was ze al gaan zwemmen. Mm-hmm. Klee, denk maar aan één ding. Honger. Met lome slagen zwom Isolde terug naar de oever. Klee. Ze moest Klee ontmaskeren. Mm-hmm. Ze moest hem aan de tand voelen. Maar ze had er geen zin meer in. Ze wilde relaxen, genieten, vakantie vieren. Over een paar dagen zou de school beginnen. Toen ze uit het water kwam, hoorde ze, niet zo ver weg, de machines van de goudwinning. En nu komt er iets wat ik liever niet vertel, maar dit is dus wel... Dit heeft te maken met die spanning van het hele niet verhaal. Nee. Maar dit vond ik zo leuk, omdat ik toen met die kinderen op het kinderboekenfestival iets deed. Uh-huh. En die jongens die zeiden, vertel. Toen moest ik dit voorlezen. Jongens van een jaar of 10, 12. Goed, Isolde komt uit het water en Marten zegt, kleed je aan, we moeten zo gaan eten. Klee kan niet wachten, ik ga een plaatsje zoeken in het restaurant. Daar kunnen we praten. Isolde verdween achter een boom en trok haar kleren aan. Wat droogde haar haren hier snel. Ze krulde ook extra. Martin, ja, ik heb iets ontdekt. Maar Martin wilde niet luisteren. Hij kwam naar haar toe en zei, je ziet er mooi uit. Mag ik je een zoen geven? Wauw, dat is ook een beetje en dat liefde. Vonden die jongens ook. Dat is net toch. Ja, toch. Het wordt niet, maar de verwarring bij Isolde was groot. Zoenen. Een jaar geleden had ze voor het eerst van een jongen een zoen gekregen. Op haar wang. Niets bijzonders. Oei. Maar nu voelde ze dat ze er zin in had. Eén, zei ze streng. Eén. Je mag me één zoen geven.
Ah, misschien was het de hete middag, de zon op het water van de kreek, het avontuur van het bezoek aan een goudbedrijf. Maar ze vond het prettig, echt prettig. Voor het eerst een lipzoen. Oh, wauw. Martens lippen op de haren. Hij had het puntbrood met salami gegeten, proefde ze. Maar ze wilde niet dat het lang duurde. Zo, genoeg. Leuk, hé, leuk. Ze heeft geproefd wat hij had gegeten. Salami. En typisch ook iets, hè? Salami met puntbrood. Dat is ook een typisch ding. Dat had gemaakt, ja, van Martin. Zie je. Leuk. Zie je dus, nou, het is... En waar zijn ze aan het zwemmen? Een cola kreeg? Ik heb niet... Nee, het want het is bij een goudbedrijf. Dus dat... Het is dus onbestemd, gewoon ergens. Het lijstje van mijn uitleg heeft die uitgever die ik dat wel moet vragen waarom je dat nou gedaan. Wat heeft hij gedaan? Ik heb op een gegeven moment een lijstje gemaakt met die Oddo's. Heb ik even gezegd, ik heb Surinaamse spreekwoorden gebruikt. Okay. Dat heeft hij weggelaten. En onder andere dat ik een zinnetje had van... Ik heb niet precies beschreven waar het goudbedrijf is. Op een gegeven moment gaat Martin verhuizen naar de Beter Wonenstraat. En dat... Niet precies welke huizen en straten in het boek staan, kloppen met de werkelijkheid. Anders dan is het voor mij niet meer spannend. Nee. Maar dat heb ik wel even vermeld, maar dat heeft hij dus eruit gelaten. Die Oddo's heeft hij wel eruit gelaten. Die waren gewoon in het Sranang geschreven. Nee. Ik had het alleen achterin vermeld. Dit zijn Surinaamse spreekwoorden en ik had niet het Surinaams erbij. Oh. En daar ben ik nog steeds mee eens met mezelf. Dus ik heb Surinaamse woorden laten staan. Ja. Maar omdat ik juist met die aparte Nederlandse nieuwe vertaling, gedeeltelijk, wilde kijken hoe dat werkte. En ik dacht aan Nederlandse kinderen die als ze Marokkaans zouden zien staan of Turks, zouden ze ook denken van, nou dat is niet voor mij. Oh ja, ja het moet toch naar Dus ik probeer het algemeen. Als ik naar scholen ga, wat ik nog allemaal niet gedaan heb, dan ga ik toch meestal naar een beetje veel Surinaamse kinderen. Maar er zijn altijd Nederlandse en Turks en Marokkaans en bla 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 bij. En dan... Dan moet je toch algemeen toch kijken wat hen als verhaal interesseert. Juist. En niet te multicultureel. Kijk, als je hier bezig bent met die kinderen, dan gooi je wat meer van hier ertussen. Ja, precies. Als je in Nederland bezig bent met het boek, dan moet je het een beetje op die stijl die groep kinderen. Ja. Dus daar leent dit zich denk ik wel voor. Zonder dat je het idee van het verhaal dan kwaad doet. Hè? Precies, dat is belangrijk. Mooi, dat is toch wel leuk om dat te horen. Ja, maar het is toch wel... je zei zo net iets, je wil in de toekomst, in de nabije toekomst, een cabaret musical met jonge mensen. Hè? En dat is toch wel iets dat me interesseert om eens wat meer daarover te horen. Wanneer denk je dat je hier met Gods wil terug bent? Zo in je planning over 5 jaar, over 4 jaar, over 3 jaar. Je wil natuurlijk zo snel mogelijk hier weer zijn, hè? Nou, ik heb eens gepraat met een heleboel mensen. Uh-huh. Onder andere het Kinderboekenfestival. Okay. En die willen volgend jaar afsluiten hun serie Milieu. Mm. En dat is de droom, omdat... Dus dan beginnen ze al in februari en maart en weet ik veel, april denk ik. Buiten. Dus in de stad en in districten. De stad, ja. En ik heb gemerkt dat ik hier dan echt wil zitten om een basis in Nederland te maken. Maar het uitwerken eigenlijk, wat je net al zei, met die special sweeties van Sranang. En met wat die kinderen ook willen of wat dit. Dat ik dan eerder moet komen dan dat ik zeg van ik ga een maand werken. Dus mijn droom, mijn hoop is... Dus nogmaals, het hangt ook een beetje van de centen af, want ik ben niet rijk geworden helaas. Dat is een beetje dom. Maar als ik een klein beetje fondsen krijg, dan kan ik in november, dacht ik, komen. Dan kan ik rustig voorbereiden, want ik wil natuurlijk met de jongens van, of de, ondertussen mannen van de muziek werken. Ik heb gisteren even gepraat dus met Walter Muringen en ik moet nog met Erik Revos praten. En Agnes Rietveld doet ook iets aan muziek. En dan wil ik kijken wat er ook nog verder leeft. Ik ben natuurlijk bij Nax geweest, er is een jongere groep. Nou, dat kleine meisje dat ook drumt. Pardon, ik noem je klein hoor, maar dat meisje dat drumt, dat is natuurlijk ook spannend. Er zijn die volksmuziekschool. Ik moet eventjes kijken van met welke groep gaan we precies muziek maken. Maken, ja.
En wie gaat daar de leiding hebben? Ik heb met Sandra Purperhart, die kinderstukken maakt, ook aan deze presentatie gewerkt. Dus ik wil dat zij een aantal dingen doet. Ik wil het dus echt niet alleen of met één, maar een paar mensen die bezig zijn, wil ik het doen. Maar dat heb je altijd zo'n beetje gedaan, hè? En zo heb ik eigenlijk altijd gewerkt. Dus dit is jouw kenmerk. Daar hou ik van, ja. Dat doet goed eigenlijk, hè? Dan betrek je dus, want ik hoor alleen klinkende namen. Dus het belooft wat dan. En natuurlijk ook de jongeren, want je noemde zo net de volksmuziekschool die gelukkig weer is opgestart. En je hebt gezien hoeveel mensen zich wilden inschrijven. En ik vind dat gebouw zo mooi opgeknapt. Dus moeten ze ietsje verder ook die gebouwen nog opknappen. Ja, maar wat ze deden met het gebouw van die paters vind ik fantastisch. Geweldig, hè? Dus dat zijn dingen waaraan je ziet dat het... We zijn toch in ontwikkeling, hè? Er is iets goeds gaande. Het zijn dingen die misschien minder goed zijn, maar die positieve dingen zijn. Op het ogenblik vind ik veel motoren die de zaak gaan draaien. En er gebeurt veel. Er gebeurt veel, hoor. Er moet nog een klein beetje... Ja. Wat zeg je? Ja, ik denk dat een aantal dingen nog gestuurd moeten worden. Maar wie moet sturen? Marlene, met wie ik altijd werk ook. Marlene Lialing, balletschool. Zegt op een gegeven moment... Ja, ik wil ook iemand hebben die echt mee gaat opvolgen. Waar vind ik die? Die en die helpen mij. Die en die zijn afgestudeerd bij mij. Maar zij heeft ook behoefte nog om net iemand te hebben die het verder... Het roer overneemt, ja, want ze willen het ook niet zo laten gaan dat, weet je, dat je iets hebt opgebouwd en dan als jij er niet meer aan beter kan zijn. Nee, dus, dat is het geweldige zoeken van dus de NACS heeft de jongerengroep, ze hebben even met een stagiaire gewerkt, Wilgo, met wie ik ook altijd werk, Wilgo Baren, zegt, die groep is eigenlijk na 3 jaar hebben zij iets geleerd, maar hoe nu verder? Ik kan ze ook niet zomaar, maar eigenlijk moeten we weer een nieuwe groep. Dus er is behoefte aan vakmannen en vrouwen die ook kunnen mee gaan helpen. Dus ik ga toch in Nederland daar even kijken wie. Of ik weet niet of ik kan vinden hoor. Maar ja, dus een Wilge vraagt dat. Een Marlene heeft iets. Ik wil het ook zelf niet allemaal meer doen. Nee, dus maar je wil wel meewerken. Ik wil helpen met wat ik weet, kan, ken. En dan zeggen van, dit is een basis, hoe kunnen we verder gaan? En wat, hoe kan het groeien? Vooral dat. Ja, want je hebt een leven lang ervaring. Kijk hier in de krant, die pagina kon het niet eens van. dit is toch een ervaring, die kan niet in geld. Dus je zegt wel van, je bent niet rijk in geld, maar dit is toch meer dan geld waard. Dit is enorm. Ik stond er ook van te kijken. Straks jongen. Vinden mensen het aanstellerig, maar ik vind het ook heel prachtig. Het is prachtig wat je hier allemaal... Sommige dingen ben ik al bijna vergeten. Hè? Ja, hè? Dat je dat en ook hebt gedaan. Weet ik. Dus even kijken wat ik hier zo uit de krant kan halen. Grootvadersklok, vrouw van Suri. De Speelse Revolutie. Ja. Toen al in 1910. Ja, was dus de eerste speelfilm. Echt. Televisie bestond amper. Ja, toch? En toen met Sally Blik. Sally Blik. En toen was Pengel er nog. Ja, Frits. Toen kreeg ik nog even woorden met Sally. En toen zei Frits Pengel van allebei dimmen en gewoon dimmen. Werken. Ja. Maar dat was echt de eerste Surinaamse speelfilm. En die is ook verdwenen, verloren gegaan, doodzonde. Ja. Ja, niet nergens soms denk meer. Ik, nee, op een gegeven moment is hij verwoest of wat dan ook. Kijk, hier zie je Frek, cabaret met Henk John. Eerste eerste cabaret. Dat, de ding van die verzamelde dingen van die kinderen. Die heb ik ergens nog gelukkig bewaard. Ja, Krikra, dat is nog steeds een van de toppers van verzamelde verhalen. Ik denk aan dat verhaal van dat meisje Wiesje. Ja. En Tank, wat is een tank? We hebben een tank op het erf om water te vullen. Nee, je weet het niet, bubbe. Een tank is waarmee je wat soldaten, want die kinderen in de stad hadden hier tanks gezien van die Amerikanen. Maar dat meisje Wiesje, die van die strik kwam, kende daar geen tank. De regentank kenden ze. Ja. Maar dat was toch schitterend. Of die jongen die keek naar die bus die in de goot dondert, Lex en de bus.
Kan je dat verhaal nog herinneren? Nee. Elke keer komt die bus in de straat, een houten bus, reworst. En Lex zit uit het raam te kijken. Elke keer lukte die chauffeur om, net uit die... En één keer dondert die bus in de goot. En die, oh, schitterend was dat Kriekrauw, hoor. Echt. Ses en Sas heb je genoemd. De Anansi contra Masra Bobo. Toneelstukken. Ook niet mooi. Kainama de Wreker ook. Lafu Anusheng. Ja, Prisiri Stari, dat was iets, hè? De pretster. Dat hè? Heb ik ook nog even meegenomen. Heb je daar een zeggetje? Ik vond dat even heel leuk weer. Dus Henk Tjom is bezig met een stuk wat naar Nederland ook moet. En hij doet ook een regisseursopleiding, trainingje van jongeren en wat oudere mensen. En toen vroeg ik of ik een uur wilde vullen. Ik zei, nou, dat kan ik niet. Ik doe al zoveel. Ik kan niet nu nog een uur zomaar voorbereiden. Ja. Maar ja, toen zag ik dit bij mijn familie staan. En toen dacht ik, oh, ik kan toch wel iets met ze doen. Dus ik kon het wel doen. En toen heb ik onder andere met de beginnende... Mm-hmm. Ja, of beginnende, dat zijn mensen al die in de regie zitten, maar nog wat bijgeschoold moeten worden. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Nou ja. Toen heb ik dit gelezen. Het lijkt me enig. Toen dacht ik, ja, misschien... Nee, ik wil niet al door herhalen. Er moet iets nieuws komen. Okay. Maar Precieze Staren was leuk. Ik wil het graag even met je doen. Jij bent de maan, ik ben dat kleine meisje toe weer. Okay, en... En ik ga zeggen wanneer ze... Oké dan. Dus Toewijs, dat kleine meisje, en die zegt... Ik ga het wel in het Hollands doen, want mijn Surinaams klinkt niet geweldig. Maar het leuke van dit boekje is natuurlijk... Ook met Hein Eers. Links staat het Surinaams, het Sranang. En rechts het Nederlands. Oh ja, precies. Ja. Het oude spelling. Ja, dus, nou ja, goed, oké. Maar het is te lezen. Sommige kinderen willen het opeens proberen. Maar we doen het even in het Nederlands, omdat je even moet voelen dat het toch leuk was. Kijk nou. Zie je, nu krijg ik last van mijn keel. Neem een slokje. Ik neem een lekker slokje. Was het maar water. Het is water. Srana watra. Oké. Kijk nou. Kijk hoe donker het wordt. Maar ik ben niet bang in het donker. Als het avond wordt, verstop ik me niet. Nee hoor, ik vraag gewoon of de maan komt schijnen. Hij is de koning van de nacht. Kom dan, koning maan. Kom, laat uw gezicht eens zien. Laat uw licht zien. Weet je hoe prettig het is in de maneschijn? En dan komt die koning maan op. En toen hij zegt, dag maan. U bent zo groot, wat lijkt u dichtbij? Maar ik kan u niet aanraken. Kunt u niet dichterbij komen? Natuurlijk kan ik dat. Wacht, ik kom bij je. Kijk, ik kan mezelf veranderen in een koningsgier. Nu kan ik vliegen. Ik zeil door de donkere luchten. Ik laat me drijven op de wilde wind. Kijk hoe ik naar je toezweef. En dan gaat het toe weer door. Wat bent u mooi, koning maan. Is alles zo mooi daar bij u in luchtland? Kom bij me zitten, meisje. Ai, koning maan, vertel me over de sterren. Iedere avond kijk ik naar de sterren. Hoe ze schitteren en glinsteren. Wat doen ze, koning maan? Wat doen de sterren? Wat doen jullie op aarde? Jullie werken toch? Wel, dat doen wij ook. Wij werken. Dus jullie werken ook. En wat doet die grote stralende ster dan? Wat voor taak heeft hij, koning maan? Oh, dat is de ster van de grote droge tijd. Als hij werkt, zakt het water in de rivieren. En dan zijn er allerlei vissen voor het grijpen. Patakkas en varappas. Als die ster werkt, is het vakantie. Vakantie, oh heerlijke tijd. En die andere daar, wat doet die? Oh, dat is de ster van de kleine droge tijd. Hij brengt voor jullie allemaal vruchten mee. Vooral een heleboel avaras. Ik hou van avaras. Kijk, die ster daar, koning maan. Die knipoog tegen me. Ze wil met me spelen, hoor. Ai, dat is de toverster. Zij houdt van spelen. Vanavond mag ze... Dat is vrij. Ze heeft vrij vanavond. Maar morgenavond moet ze weer werken. Ze kan allerlei voorspellingen doen.
Oh, ik zie het al, ze wil met me hinkelen. Oh, koning Maan, kan ik met haar spelen? Breng me naar haar toe. Breng me naar haar toe. Neem me mee, ik wil met de toverster spelen. Nee, mijn kind, dat kan niet. Mensen moeten bij mensen blijven. Jij hoort thuis bij je papa en je mama, zoals ik bij de sterren hoor. Dat weet je toch? Nou, en dan gaat het door. Ja, en uiteindelijk gaat ze met de maan mee. Ja. En die moeder vindt het vreselijk. Die ziet op een gegeven moment dat die koningsgier wegvliegt met haar dochtertje op haar rug. Ja. En dan zegt Missen. Dat is die moeder, maar jij leest zo mooi. Dan moet ik die moeder lezen. Ja, je leest die moeder. O, mijn vader, het is waar. De oude verhalen hebben gelijk. Nu zie ik het met mijn eigen ogen. Het is waar wat mijn moeder van mijn grootmoeder altijd vertelde. In elke eeuw heb je een nacht waarin de maan zichzelf verandert in een grote vogel. Dan zweeft hij naar de aarde en vraagt de mensen om een geschenk. O, maar niet. Doe niet mijn kind. Neem mijn kind niet mee, meneer Maan. Ik kan niet zonder me toe. Kom terug naar mijn beetje. Prachtig. Ja, dat dus moet ik toch jou ook vragen om met die kindermusical te werken. Jong en oud. Ga een rol voor je zoeken. Leuk, maken. Ja, echt. Dit is gebaseerd op een oude Indiaanse legende. Ja, legende. Want ze zegt het hier ook. Hè, de moeder van mijn grootmoeder. Dat is dus zo dat Indiaanse verhaal. En dan uiteindelijk de inspiratie was net onafhankelijkheid. En toen kreeg je de onderscheidingen. Ja. En toen vroeg ik me af. Jeetje, we zijn net onafhankelijk. We moeten nog zoveel doen. Hoe gaan we doen? En dan moet je nog mensen onderscheiden. Hoeft even niet. Eerst werken, en zo is het begonnen. Precies. Ja. Maar goed, misschien hebben we een manier bedacht om het een beetje anders te doen. Hè? Inderdaad. Nou, maar we hebben intussen al flink gebabbeld. Ai man. De tijd is niet stil blijven staan en de meter loopt lekker door. Nee, we hebben een leuk gesprek gehad. Maar tussen haakjes, die tekeningen in het boek waren van... Des Rondflu. Ja, dat was... En ik, het was echt heel mooi. Heel mooie tekeningen. Nee, het is goed, we hebben toch iets, hè, dat we kunnen wijzen van... Het is er en het kan nu opnieuw gaan leiden tot inspiratie, want de hedendaagse jeugd heeft die inspiratie nodig. Ja. Want anders gaan ze de verdwaling in, hè. En ze willen het. Ze vragen van ons de begeleiding, de leiding. Al zijn we een beetje ouder geworden. Onze geest is nog jong, of niet? Ik wil helemaal dat ouder niet echt horen. Nee, maar ik zeg het ook af en toe, we zijn wat ouder geworden. Maar Meli Leerdam heeft me altijd gezegd, je moet het niet meer zeggen hoor, Thea. Want je voelt toch wel dat je ook nog een jonge uitstraling kan hebben, als dat er maar is. Precies. Dus nou, oké dan. Dus dan gaan we dat als boodschap. We gaan iets proberen. We gaan het proberen. Ik ben er ook echt mee eens dat onze inspiratie moet zijn. Al zijn we er niet schatrijk van geworden. Nou, dat wou ik nog even zeggen. En ik moet dus echt op een gegeven moment even terug naar Nederland. Dat is ook niet te geloven. Hè? Ja, ik heb mijn Surinaamse paspoort en nationaliteit gehouden. En mensen begrijpen dat niet helemaal, maar dat kun je gewoon vasthouden, dat je koppig bent. Precies. En ik moest op een gegeven moment weg, doordat de hele situatie veranderde en ik te kritisch was. Maar ik zei, ik ga nooit om één persoon en één situatie mijn nationaliteit veranderen. Sorry. Dus heb ik een verblijfsvergunning. En die loopt af. En als ik niet op tijd terug ben... In Nederland, dan... kan je niet meer blijven daar. Ik moet toch af en toe ook in Nederland zijn nog om... Je bent dus ik ga even mijn verblijfsvergunning halen en dan... Kom je weer terug naar Suriname. Ja, dit is goed dat je dat hebt gezegd, want vele mensen gaan het niet geloven. Nee, ik merk opeens dat ze het helemaal niet begrijpen. En dan... Helemaal ook dan niet meer luisteren, dring niet tot ze door. En dan opeens, wat zei je nou precies? Abo, laat ons snel dus, maar de regisseur van het programma kijkt ons met een strenge blik aan.
Luisteraars, het was een heel gezellig gesprek met Thea Doelwijd. Ja, en ze is er binnenkort weer. Ja, ze heeft hier inspiratie opgedaan. En we gaan in de toekomst, in de nabije toekomst, beslist meer van haar horen. En samen met haar gaan we verder bouwen aan een kleurrijk en cultureel en alle soorten zin. Allemaal Zwitseren, nou, kokaar is zo. Thea, je hebt het laatste woord. Ik, elke dag, als ik even mensen ontmoet, heb ik weer nieuwe spelers. Rappa, ik ga het niet vergeten. Het is zo'n goeie. Luisteraars, het was gezellig met u ook te zijn. En dan zeggen we tot de volgende uitzending. Doei! Dag!